De leasekoeien van de Friese stichting Farm Friends zijn in Tanzania een groot succes. Tanzaniaanse boeren kunnen een koe van €400 leasen. Het dier wordt in 2 jaar terugbetaald uit de opbrengst van de melk. Het succes van de in 2001 opgerichte stichting is zo groot dat het fokbedrijf 4 keer zo groot moet worden en ook de capaciteit van de melkfabriek moet van 12.000 liter naar 50.000 liter. Het is allemaal te danken aan de bijzondere kruising van de koeien naar Tanzania met Friese stieren. De dagelijkse melkproductie is daardoor omhoog gegaan van 3 liter per koe naar 12 liter. Met het succes van de stichting ontstond ook een probleem. Er was zelfs te veel melk voor het gebied waar de leasekoeien lopen. Er rijdt nu elke dag een vrachtauto vol melk naar de hoofdstad Dar es Salaam.